Artsen in Suriname vinden de vaccinatiegraad in het land te laag. Er zijn nog te veel niet-gevaccineerde mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Sunita Nanapande Gopising, medisch directeur van het Slaans Hospitaal en voorzitter van de stuurgroep COVID-communicatie, gaf tijdens haar presentatie op de COVID-19-persconferentie van gisteren aan dat de samenleving zelf bepaalt hoe lang en hoe erg COVID-19 zich in Suriname zal blijven voortbewegen. Dat het duidelijk moet zijn dat het aan onszelf ligt welke richting we op willen gaan met deze golf. Natuurlijk is het crisis en we moeten door die golf heen. Maar wat doen we na die golf? Daarvoor zijn deze sessies ook. Om ons die tools aan te reiken, om te weten wat we kunnen doen om niet weer in een volgende golf te belanden. Want we willen dit toch niet meer meemaken. Je hoort iedere keer, en misschien worden jullie er moe van, het zorgpersoneel, de ziekenhuizen, de situatie. Maar als je niet wilt dat we dit keer op keer moeten herhalen, dan is het zaak dat wij allemaal, ook wij hier achter die tafel, ook u thuis, achter uw mobiel of achter de tv, dat we ons allemaal, dat we ons bewust zijn van het goede wat we kunnen doen. Volgens volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gayadarsukul is de situatie zoals de cijfers uitwijzen nog steeds kritisch. Het gedrag van de samenleving bepaalt veel. Wie zich niet houdt aan de Mohana-regels mag ook niet klagen wanneer het misgaat. Want uit deze situatie geraken vergt een gezamenlijke inspanning van de hele samenleving. Dus we rekenen op u. Want het ministerie die gaat geen wonderen kunnen verrichten. We hebben geen toverstaf. Dus we rekenen op u. Dagelijks zijn er honderden gezondheidswerkers die werken dag en nacht. Dag en nacht om u, om onze familie, om onze landgenoten te redden. Om ze de beste zorg te bieden. We zitten te kampen met een capaciteitsbeperking. Gayadarsukul benadrukte verder dat er genoeg vaccins in voorraad zijn. Het gaat om dure vaccins die vooralsnog gratis te verkrijgen zijn.